Dan gaan we beginnen met het aansteken van de kaars. En voor mij is dat altijd de Christuskaars. En als ik die ga aansteken, doe ik dat met de wens dat we ons allemaal vandaag zo warm, zo kwetsbaar, zo onbevangen mogelijk met elkaar verbinden mogen, met het diepste in onszelf, maar ook met de geestelijke wereld, dat door die warme en onbevangen verbinding de aanwezigheid van Christus zelf hier in ons midden voor ieder van ons heel concreet voelbaar wordt. Als een kracht van warmte die ons omhult misschien. Als een flits van inzicht die ons echt verder helpt misschien. Of als een stille kracht van troost en bemoediging op onze levensweg. Meer dan alle woorden van vandaag hoop ik dat ieder van ons in stilte, heel subtiel misschien, maar ook heel concreet, die aanraking mag ervaren en dat mag meenemen als het eigenlijke geschenk van deze dag. En als een zichtbaar teken van die wens steek ik dan de kaars aan. Van jongs af aan heb ik zelf deze week die komen gaat altijd een heel bijzondere week gevonden. Ik voelde dat het iets bijzonders was. Als kind kon ik nooit goed begrijpen waarom. Ja, ik kende de verhalen over Jezus die stierf aan het kruis. Maar ik voelde ook altijd dat het iets diepers was. En ik ben zo dolblij dat ik in mijn latere leven ook mocht gaan begrijpen waarom dit zo'n bijzondere week is. En ik wil jullie zo graag daarover vertellen. Ook daarom, opdat je in de komende week meditatief op jouw manier van dag tot dag bij dit bijzondere gebeuren kunt stilstaan. Want wat er in deze week gebeurde, het is de meest beslissende week geweest uit de hele evolutie van de mensheid. En er zal geen tweede week meer komen die zo beslissend is als deze. Het grote keerpunt in de evolutie. Daarom is het zinnig om daar in alle rust eens bij stil te staan. Ik heb een grote voorliefde voor een bepaald schilderij. Je kunt het vinden in Colmar bij Straatsburg. Sommigen kennen het misschien. En daar staat een grote drieluik van Matthias Grünewald. En op het middenpaneel van dat drieluik zie je Christus aan het kruis gespijkerd. Het is geen vrolijk beeld. Ik ken geen enkel schilderij waarin het menselijk lijden zo intens en zo indringend is uitgebeeld als op dat schilderij. Jezus Christus, hij werd helemaal mens en hij hangt daar als de lijdende mens. En op de een of andere manier word ik zelf steeds weer daarheen getrokken en moet ik weer even kijken naar dat schilderij. Ik kan het je aanbevelen. Het is een schilderij, heel groot. En vroeger stond het in een ziekenzaal. Moet je voorstellen, een langwerpige ziekenzaal. En aan het korte einde van die zaal stond dan dit enorme drieluik met de lijdende Christus aan het kruis. En alle bedden met zieken, de bedsteden, die stonden schuin langs de lange wanden opgesteld, zodat elke zieke kon kijken naar dit drieluik. En weet je dat het kijken naar dit drieluik, dat was het allerbelangrijkste genezingsmiddel in die oude tijd. Je verbinden met het lijden van Christus, dat kon genezend werken. Ik denk dat hetzelfde geldt voor ons vandaag en in de komende week. Je verbinden niet met je hoofd, maar met het voelend weten van je hart. Dat kan genezend uitwerken op ons ziel en zelfs op ons lichaam. De 3 jaar voor deze stille week werd Jezus gedoopt in de Jordaan.
door Johannes de Doper. En dat was al een hele unieke gebeurtenis. De kosmische zonnegeest, de Christus, de hoogste geest van de liefde, was helemaal neergedaald vanuit de hoogste geestelijke werelden tot in de sfeer van de aarde en verbond zich met de mens Jezus van Nazareth. Alle grote religies hadden dit proces aangegeven. De rishis, de heilige ingewijden van het hindoeïsme, zij hadden gezien, daar leeft de zonnegeest. Zarathustra, de grondlegger van de Persische religie, hij zag, de zonnegeest is onderweg naar de aarde toe. En de Essenen zagen, hij is nu vlakbij de zonnegeest. En die afdaling van die zonnegeest, de hoogste geest van de liefde, sfeer na sfeer na sfeer na sfeer naar de aarde. Het was één lange weg van het offer. Want steeds weer moest de zonnegeest macht, glorie, majesteit afleggen om te passen in een lagere sfeer. En toen, 3 jaar voor de stille week, daalde de zonnegeest uiteindelijk de sfeer van de aarde binnen en verbond zich met de mens Jezus van Nazareth. Vanaf dat moment wordt deze mens Jezus de Christus genoemd. En de Christus is in de traditie een andere naam geworden voor de zonnegeest. En nu, 3 jaar later, gaat de zonnegeest, die steeds dieper in het lichaam van Jezus is binnengegaan, hij gaat nu in dat lichaam van Jezus door de dood heen. En weet je, het is niet te bevatten. En toch weet ik heel diep, als de zonnegeest door de dood heen gaat, is dat de beslissende bevestiging, verankering van zijn menswording. Vanaf dat moment kan de zonnegeest als een aardse kracht hier op aarde werkzaam worden. In onze tijd, en nu kom ik weer even heel dichtbij, praten we zo gemakkelijk over de geboorte van ons hoger zelf. We praten over de weg naar binnen gaan. We praten over een groeiend zelfbewustzijn. Je bewust worden van jezelf. We praten over vrijheid, zelfstandigheid die je eigen moet maken. Weet je dat al die dingen alleen maar mogelijk geworden zijn doordat de zonnegeest naar de aarde gekomen is en door de mens Jezus heen tot een aardse kracht werd omgevormd. Op Golgotha werd de zonnegeest op aarde geboren. En vanaf dat moment kon zij werkzaam worden in alle mensaarten. De stille week waar we vandaag bij stilstaan, die beschrijft eigenlijk dat proces van die 3 jaar vanaf de doop tot aan Golgotha. Die goede week, die stille week, die vat dit proces in allerlei indrukwekkende beelden samen. En als je stilstaat van dag tot dag tot dag in deze week, dan staan we stil bij de incarnatie van de zonnegeest. Dat is wat we vandaag gaan doen. Het is voor mijzelf altijd een heel indringend, emotioneel thema. Ook al, mede, omdat ik bijna 2 jaar geleden 3 dagen lang bij Golgotha mocht stilstaan. Het was alsof ik meegenomen werd, zo naar Golgotha, en daar 3 dagen lang keek wat daar gebeurde. Vandaar dat ik wat ik toen beleefde heb samengevat in die teksten in dit boekje. Ik heb ze opgeschreven en op cd voorgelezen. En vandaag een enkele tekst uit dit boekje om gewoon te laten voelen, gaat mij meer om voelen dan om begrijpen nog, te laten voelen hoe indringend het is wat deze week gebeurt. 1 tekst dus daaruit. Ik ben weer terug bij toen. Zoveel levens geleden,
toen ik 3 kruisen op een lage heuvel zag staan. Het voelt als stond ik daar gisteren nog, oog in oog met Golgotha. De lucht betrekt, het licht wordt vaal en geel. Ik kijk, maar kan dat beeld niet aan. Het is te veel, mijn hart verdraagt het niet. Toch kijk ik, liefde dwingt mij om te blijven kijken. Nu staat dat beeld voor altijd gekerfd in mijn hart. Voorgoed is er die pijn, dat gemis, dat onstilbare verlangen. Het is nu zoveel levens later en weer zie ik 3 kruisen op een lage heuvel staan. Het beeld van weleer keert terug. Onontkoombaar en messcherp staat het voor me. Het voelt alsof er letterlijk een mes gestoken wordt in mijn hart. Zo lang heb ik niet durven kijken. De pijn van het afscheid en de schrijnende leegte van het gemis waren zo lang te zwaar om mij bewust te maken. Nu kan ik niet anders meer dan kijken. Mijn hart krimpt. Ik voel de pijn. Maar tegelijk voel ik, ik ben thuis, eindelijk thuis, daar waar mijn hart voorgoed en tot in alle eeuwigheid geraakt werd door hem die mijn broeder is, mijn vriend, de hoeder van mijn hart. Ik zei net dat de Stille Week een soort samenvatting is in beelden van die 3 jaar vanaf de doop in de Jordaan tot aan Golgotha, de opstanding. En om dat te begrijpen is het heel fascinerend om eens te kijken welke tocht maakte Jezus, de Christus, voordat hij op Palmzondag op die ezel de stad binnenreed. Datgene wat we morgen op Palmzondag gaan vieren en herdenken. In die week ervoor kwam die vanuit Galilea en reisde die naar Bethanië. En Bethanië ligt aan de overkant van de Olijfberg, aan de voet van die heuvel. En daar woonden zijn vrienden, Lazarus, die later Johannes werd, met zijn 2 zusters, Maria en Martha. Jezus ging dus vanuit Galilea naar Judea, logeerde in Bethanië en van daaruit trok hij de stad binnen. Die tocht, dat is al heel boeiend, van Galilea naar Judea. Als je ooit in Galilea komt, dan zul je zien, dat is een prachtige landstreek, mystiek, heel rijk aan natuur. Het is iets waarvan je het gevoel hebt, het geeft geborgenheid, hier wil je wel leven, hele fijne sfeer. Judea, dat ligt in een hele kale sfeer. Het ligt vlakbij de Dode Zee. De Dode Zee zit vol zout. En in een wijde omtrek rond die Dode Zee groeit helemaal niks. Je zou bijna kunnen zeggen, Judea, waar Jeruzalem ligt, het is een beetje steenwoestijn. Dat beeld, Jezus trekt van het paradijs. Die hele rijke lenteachtige sfeer, alles loopt uit. En hij reist naar die doodse streek van Jeruzalem. Kun je vatten dat dat een soort symbool, een zinnenbeeld is, van de afdaling van de kosmische geest van de liefde, vanuit de hoogste geestelijke werelden naar de aarde toe, een doodse donkere wereld. Van Galilea naar Judea. En hij logeert 's nachts in Bethanië. Heel boeiend is ook dit. Als Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, zeggen de oude teksten dat de mensen eigenlijk niet doorhebben wat er gebeurt. Er is alleen een stem in de hemel die zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde.
Heden heb ik hem verwekt. De hemel weet wat er gebeurt. De aarde heeft het nog helemaal niet door. Maar als Jezus op zondag de stad binnenrijdt, dan zijn het de mensen die allemaal beginnen te roepen: Hosanna, hier komt hij die ons beloofd is. Na 3 jaar begint ook de aarde, de mensheid, te vatten, aan te voelen wie daar eigenlijk komt. De zonnegeest gehuld in een mensenlichaam. De zonnegeest gaat naar Jeruzalem in het lichaam van Jezus. En hij gaat daar door de dood heen. In Jeruzalem, vlak bij de Dode Zee. Weet je dat de Dode Zee ligt 400 meter onder de zeespiegel van de Middellandse Zee. En 800 meter onder de oceaanhoogte. Het is dus het diepste punt van de aarde. Kan je dat beeld begrijpen? Naar het diepste punt van de aarde gaan. Om helemaal tot in de diepste diepte van de aarde te kunnen incarneren. Binnen te kunnen gaan. Al die details, als je erop let, ze zijn zo veelzeggend en betekenisvol. En dan nog iets heel bijzonders. En als je dit niet vat, moet je het gewoon zeggen, want dat is bijna de essentie. Jeruzalem, het was ooit een zonneheiligdom. Ooit leefde daar de heilige priester Melchizedek. Een hele mysterieuze, raadselachtige figuur, waar de Bijbel 3 keer een kort zinnetje aan wijdt. Hij is bekend, maar wat hij doet is bijna te groot voor de algemene openbaarheid. Wat hij doet is meer in het verborgene, achter de schermen. Pistis Sophia, een oud mystiek geschrift, ik noem het vaker. Daarin wordt gezegd dat hij eigenlijk, Melchizedek, Sem is, de zoon van Noach. En Noach, dat is de grote overlevende van de Atlantische catastrofe. Zijn zonen, Sem, Gam en Jafet, zijn dus de grote leiders die de na-Atlantische culturen op gang brengen. Als Sem Melchizedek is, is hij dus een van de grote leiders, de priester, die nieuwe na-Atlantische culturen op gang brengt. Deze Melchizedek had zijn heiligdom in Jeruzalem. En het was een zonneheiligdom, dat wil zeggen gewijd aan de zonnegeest. In de zonnereligie worden ook geen offers gebracht, althans geen dierenoffers. En ook geen mensenoffers. De symbolen van Melchizedek in zijn zonneheiligdom in Jeruzalem zijn brood en wijn. En dan wordt er verteld dat Abraham op een gegeven moment Melchizedek tegemoet gaat. En Abraham buigt heel nederig en betaalt aan deze Melchizedek zijn tienden, de tempelbelasting. In Melchizedek ontmoet hij een meerdere. En wat krijgt hij van Melchizedek? Brood en wijn. De symbolen van de zonreligie. Zometeen meer, even moet dat even vasthouden. Dus ooit was Jeruzalem de plek van een zonreligie. Maar toen werd daar onder koning David en vooral zijn zoon Salomo de tempel gebouwd. En de tempelcomplex, dat is het symbool van de maanreligie. Zo werd Jeruzalem, oorspronkelijk gewijd dankzij Melchizedek aan de zonreligie, het werd een maanreligie. En wat gebeurt er op Palmpaasen morgen? Dan wordt de zonnegeest de stad binnengedragen. Een einde wordt er gemaakt aan de maanreligie. En de zonreligie wordt in een nieuwe vorm in ere hersteld. Kun je die beelden vatten? Nou even, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat is dan het verschil tussen maanreligie en zonreligie?
Het is eigenlijk eenvoudig. En we hebben er tot op de dag van vandaag hartstikke veel mee te maken. Maanreligie zijn religies die gebaseerd zijn op regels, voorschriften, wetten. Je moet dit, je zult dat, je moet dat gebod vasthouden. Het maanlicht, wat is maanlicht? Maanlicht is eigenlijk zonnelicht. Maar 's nachts kan het zonnelicht onze kant van de aarde niet bereiken als wij in het donker zitten. En dan komt dat zonnelicht gespiegeld via de maan naar ons toe. Maanlicht is dus indirect zonnelicht. Kijk dat vatten? Op een gegeven moment, als de mensheid zich ontwikkelt, dan is ze nog niet toe aan het directe zonnelicht, aan het innerlijke weten. Hebben ze nog geen goed ontwikkeld geweten. Dan heeft de mens het indirecte zonnelicht nodig. Dat komt in de vorm van voorschriften, regels, dierenoffers enzovoort. Dat zijn maanreligies. 10 geboden, maanreligie. Voel je? Fundamentalisme in christendom en islam, maanreligie. Zonnereligie, dat is die religie waarbij het zonnelicht direct ons hart beschijnt. En als de echte zon, de geestelijke zon, de zonnegeest, ons hart beschijnt, dan wordt de zonnegeest ook in mijn hart geboren. De innerlijke Christus, het hoge zelf, de geest. En dan ontwaakt mijn weten en mijn geweten. En als mijn geweten ontwaakt, dan heb ik eigenlijk de 10 geboden niet meer nodig. Want dan weet ik heel direct van binnen zelf wat juist is in bepaalde situaties en wat niet. Kan je nou begrijpen? Jezus draagt de zonnegeest Jeruzalem binnen. Hij gaat daar sterven, door de dood heen. Wordt bevestigd en verankerd, als een aardse kracht. En kan vanaf dat moment in onze harten geboren worden. In principe is daarmee het einde van alle maanreligies gekomen. Je hebt geen uiterlijke wetten meer nodig. Als je goed werkt aan jezelf en je leert aan de lessen die het leven je voorlegt, dan zal de zonnegeest, de innerlijke Christus, het hoger zelf, de geest, in jouw hart geboren worden. En dan zal je weten. En je zult in verbinding komen te staan met je geweten. Alle instituten zullen dan instorten. Heb je niet meer nodig. Maar je wordt een wetende. Een mens die behoort tot de zonreligie. Mooi, hè? Zie je nou dat de worsteling van onze dagen ook alles daarmee te maken heeft? Regels leren loslaten. Fundamentalisme leren overwinnen, ook in jezelf hoor, niet naar andere wijze alsjeblieft. En steeds dieper komen bij de bron van dat innerlijk weten. Jezus komt op Palmzondag, de naam Zondag, voel je? De zon komt de stad binnen, vind ik zo mooi. De zon komt de stad binnen, amen. En dan wordt hij toegewuifd door de mensen met palmtakken. Als je kijkt naar de oude geschriften, weet je wat er dan verteld wordt? Dan wordt er verteld dat de palmtakken het symbool zijn van de zonnereligie uit de voorchristelijke tijd. Palmtakken zijn symbool van de zonnereligie. Voel je? Alweer zo'n klein symbool dat duidelijk maakt, wil je wel even opletten wat hier gebeurt. Dat gebeurt er dus. Ja, zondag, de zonnegeest komt de stad binnen. Ik probeer het maar zo simpel mogelijk samen te vatten. Want ik hoop dat jullie dan morgen en de komende dagen zo van dag tot dag bij die essentie kunnen stilstaan. Nog wat. Voor sommigen van jullie, als het te veel is, moet je het gewoon even laten gaan. Haal even de krenten uit de pap. En denk je, waar haalt hij het nou vandaan? Och, moet je ook even voorbij laten gaan.
Kijk je? Vooruit, zo moet het een beetje. Maar ik vind het zo mooi dat ik bepaalde dingen toch wil vertellen. Ook dit. Er wordt verteld, op zondag rijdt Jezus op een witte ezel de stad binnen. Ja, moet je verweten. Hij logeert in Betanië. Dus aan de andere kant van de Olijfberg. Dan gaat hij met zijn leerlingen de Olijfberg op. Halverwege ligt een dorpje, een gehuchtje, Betfage. En dat gehuchtje, Betfage, dat betekent huis der vijgen. Oei. Sommigen die er vaker geweest zijn, die weten meteen, oh, als je vijgen hoort, vijgenboom, dan weet je, dan zit je in de buurt van de inwijdingen. De vijgenboom is altijd symbool van de oude inwijdingstraditie. Ja, de bewoners van dat kleine dorpje, ze mediteerden, ze deden lichaamsoefeningen, ze deden zielenoefeningen, om alsjeblieft nog helderziend te kunnen worden en in extase te kunnen komen en verbonden te kunnen worden, kanaal te kunnen worden voor de geestelijke wezens. Een klein gehucht waar de oude helderziendheid nog steeds beoefend werd. Heilige bomen, olijfbomen, staan om het gehucht heen. En heilige dieren, witte ezels, lopen door die olijfgaard. En daar laat Jezus door zijn leerlingen zo'n witte ezel halen. En dan gaat hij zitten op die ezel. En op die ezel rijdt hij over de top van de Olijfberg, door het Kedrondal. En zo rijdt hij de stad binnen. En als hij dan de stad binnenrijdt, de mensen raken in extase. Hosanna, daar is de lang beloofde. Hier is de koning van Israël. Heel het volk, en het is hartstikke vol in de stad, want het is gauw Pasen, Pascha, het Joodse paasfeest. En al die mensen, ze raken in extase en ze rukken palmtakken van de bomen en leggen dat voor de voeten van de ezel, trekken hun mantels uit en leggen het voor zijn voeten. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Die man op die witte ezel. Dat is een beeld dat in de Joodse traditie in de harten van de mensen gegrift staat. Ooit eerder was er een man op een witte ezel. En weet je wie dat was? De vreemde profeet Biljam. Heel mooi verhaal. Het volk Israël trekt vanuit Egypte in een lange zwerftocht naar Kanaan. Vlak voor ze de Jordaan kunnen oversteken, is daar nog één vijandig volk, Moab. En daar moeten ze nog doorheen. En Moab, dat volk, is als de dood. Want dit volk Israël heeft kennelijk een hele goede God, die alle problemen oplost voor ze, die onoverwinnelijk zijn. En de koning van Moab huurt een magier, een waarzegger in. Biljam. En deze Biljam, deze magier, moet dat volk Israël vervloeken. Dan zal het ze niet lukken door Moab heen Kanaan binnen te komen. Je kunt het nalezen in nummer 22, het is zo'n prachtig verhaal. En daar komt Biljam aan, zittend op zijn witte ezel. En hij rijdt het volk Israël tegemoet om het te vervloeken. En tot 3 keer toe staat er zomaar een engel voor die ezel en houdt de ezel tegen. Maar Biljam ziet die engel niet. En tot 3 keer toe slaat hij zijn ezel, schiet op, want de engel duikt weg, gaat opzij, gaat zelfs liggen. En na de 3de keer begint de ezel zelfs te spreken tegen Biljam. Waarom sla je me? Ik kan toch niet anders dan gehoorzaam zijn aan waar de engel mij toe dwingt. En dan ziet Biljam eindelijk ook de engel. En dan schrikt hij en zegt hij, oh, dan ga ik maar niet het volk vervloeken. Nee, ga maar. Maar je zult spreken wat ik in je mond leg. En dan gaat hij het volk tegemoet, het volk Israël, deze vreemde magier. Maar in plaats van een vervloeking spreekt hij een zegen uit.
En dankzij deze zegen kan Israël ongehinderd door Moab heen binnengaan het nieuwe land. De man op de witte ezel, hij is dus degene die het volk zegent en die de doorgang naar het beloofde land mogelijk maakt. Vind je dat geen prachtig beeld? En deze man op de witte ezel, die komt nu Jeruzalem binnen. Die maakt dus de doorgang naar het nieuwe land, naar het nieuwe leven mogelijk. Het volk dat altijd geleefd heeft met dat beeld van Biliam op die witte ezel, de laatste doorgang, de laatste hindernis opgeruimd, omdat er niet vervloekt werd, maar gezegend. Ze raken in extase. Hier komt hij, de lang beloofde. Voel je? Maar er gebeurde ook nog iets anders, wat ook zo mooi is. Ja, het is zo prachtig allemaal. Maar kan je voelen, die zonnegeest die Jezus bij de doop ontving, die moest, die kon niet meteen dat hele lichaam binnen. Mens, dat is zo'n grootse geestkracht. Die kon maar beetje bij beetje, kon Jezus die geestkracht opnemen. Ik zeg vaak dat helderziende vertellen in de jaren, in de tijden, de maanden, na de doop in de Jordaan, zagen helderziende een soort wolk voor de borst van Jezus. Dat was die Christusgeest, die hij nog niet helemaal had kunnen opnemen. Het duurde 3 jaar voor die Christusgeest helemaal het lichaam van Jezus was binnengegaan. En die Christusgeest, die zonnegeest, hoe je hem noemen wil, de geest van de liefde, die moest zich zo inhouden. Die kon natuurlijk meteen door het lichaam van Jezus heen, geen kunst voor die geest, meteen uitstralen. Meteen van alles verwerken. Nee, de zonnegeest had als opdracht zich aan te passen aan de beklemming, de kleinheid van dit mensenlichaam. Moest zich dus inhouden. Kan je dat begrijpen? Eén keer hield de geest zich niet in. En dat was op de berg van de verheerlijking. Waar Jezus met 3 leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, naartoe gegaan was, bovenop de berg. En dan ineens zien die leerlingen hoe de meester daar voor hem begint te stralen van louter licht, een en al licht. De zonnegeest die zich even niet inhoudt en helemaal door hem heen begint te stralen. Voel je? Nu komt de zonnegeest Jeruzalem binnen. Maar even houdt de geest zich niet in, maar raakt al die mensen die daar zijn. En ze raken in extase. En ze begrijpen ineens, dat is de lang beloofde. De Messias, de Christus, de koning van Israël. Afijn, ieder vult het op zijn eigen manier in. Zo raken ze in extase, omdat de geest zich even niet inhoudt. Maar jullie weten, en dat is eigenlijk heel tragisch, diezelfde mensen die op deze zondag Hosanna roepen, dat is hem. Een paar dagen later, op vrijdag, roepen ze met z'n allen, kruisigt hem. Hoe komt dat? Wat is er aan de hand? Ja, door die uitstraling van de zonnegeest worden ze allemaal even, ik zal maar zeggen, helderwetend, heldervoelend, helderziend. Het kan niet schelen hoe je het noemt. Maar ineens begrijpen ze iets. Maar hoe begrijpen ze het? Ze begrijpen het vanuit hun ego, vanuit hun lichaam. De zonnegeest is nog niet in hen geboren. Ineens is het alsof het door hen heen gesproken wordt. Dat is de oude helderziendheid zoals die toen bestond. En oude helderziendheid die aan het lichaam, aan het ego gebonden is, die is per definitie hartstikke onbetrouwbaar. Ja, jullie kennen het zelf ook, heel in het klein. Ik ken het ook. Je bent dan ergens en je wordt even heel enthousiast. Oh, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. De volgende dag denk je, hoe heb ik het kunnen zeggen? Oh, moet ik dat? Ja, dan komt het niet uit je diepste innerlijk voort,
Maar dan is alleen je ego, de oppervlakkige laag, is enthousiast geworden. Maar niet je diepste kern. Voel je? In die oude tijden werd alleen die buitenkant geraakt. Helder voelend, helder wetend. Maar dat kon dus ook zo weer omslaan. Van Hosanna naar kruisigd hem. Er moet dus eigenlijk een nieuwe helderziendheid komen. Dit was nog alleen maar de eerste dag. Ik dacht dat ik vlugger zou zijn, maar het gaat niet vlugger. Maar begrijp je het prachtige? De zonnegeest, de zon die de stad binnenrijdt. Tweede, maandag. Let even op. Maandag. De dag van de maan. Wat gebeurt daar? Op maandag, Jezus heeft de nacht weer doorgebracht bij zijn vrienden in Bethanië. En 's morgens gaan ze weer over de Olijfberg. En om daar overheen te gaan komen, moeten ze eerst weer langs Betfage. Weet je wel, waar ze die ezel gehaald hebben de vorige dag. En daar in Betfage, daar blijft Jezus op de weg naar de stad stilstaan bij een olijfboom. En hij gaat zoeken of hij daar vrucht in vindt. Nou, die is gek. Want in die tijd kan er nog helemaal geen vrucht zitten. Het is lente. De bloesem moet eerst komen. Najaar kan je vrucht verwachten. En dan vindt hij geen vrucht. En dan vervloekt hij die vijgenbomen. En dan zegt hij, nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. Je voelt, hier moet iets meer achter zitten. Ja, die vijgenboom is symbool van de oude inwijdingsweg. Van de oude helderziendheid. Het helderziendheid die gebonden is aan het ego. Die gebonden is aan het lichaam. Aan die oppervlakkigheid waar ik het net over had. Weet je wel? Die moet nu echt wijken. En daar moet nu een nieuwe helderziendheid voor komen. Die heel diep van binnen uitkomt. Die dus ook betrouwbaar is. Die het houdt door alles heen. Oude helderziendheid is er een waarbij je zelf niet meer weet wat je zegt. Dan word je kanaal. Je raakt in trance, huppeldepup. En er wordt door je heen gesproken. De nieuwe helderziendheid die heel diep van binnen uitkomt. Daar is je kop helemaal bij. En daar blijf je helemaal zelf verantwoordelijk voor. Jezus vervloekt op maandag. De dag van de maan. Van de oude maanreligie. Van de oude inwijdingsweg. De oude helderziendheid. Die is nu voorbij. En er gaat een hele nieuwe komen. Mooi, hè? Jezus. En dan gaat hij naar de tempel. In die dagen. Het is vol in Jeruzalem. Paasfeest komt, Joodse paasfeest. En iedereen moet in de tempel een offer brengen. Ook Jezus gaat naar de tempel toe. Maar als hij dan in de tempel komt, is het daar één grote chaos. En hij zegt dan ook, zodra hij daar binnenkomt en hij ziet die chaos, die drukte, dat verkopen en kopen. Jullie hebben van dit bedehuis een rovershol gemaakt. En hij wordt zo kwaad dat hij de tafels en de stoelen omkiepert. De dieren van het plein afjaagt, zodat er weer stilte komt. En weet je wat zo boeiend is? Dan staat er in de tekst zomaar tussendoor. Je denkt, die is hartstikke kwaad. En je zit in een sfeer van alles wordt eruit gegooid. De maanreligie wordt eruit gekieperd. Voel je? De oude traditie wordt beëindigd. En dan staat er zomaar een regeltje. En lammen gaan weer lopen. En blinden worden ziende. Oh, dus dit gaat over het opruimen van het oude. En als het oude wordt opgeruimd, dan worden mensen wakker. Dan komen ze in beweging. Dan gaan ze echt zien waar het om gaat. In alle grote tradities hoor je steeds weer dat het om één ding gaat. Om wakker worden. Ontwaken. Zien waarom het gaat. Dat gebeurt hier op maandag. De oude religie wordt weggevaagd. En er staat in die tekst ook, ze zien Jezus binnenkomen. Ze voelen de uitstraling van de geest door hem heen. En dan staat er,
Ze waren bevreesd voor hem. Het lijkt alsof die handelaren daar in de tempel ineens zelf doorkrijgen door de uitstraling van de zonnegeest. Dit klopt niet wat wij doen. Dit hoort een plek van stilte te zijn. En wij zitten hier maar om zoveel mogelijk winst te maken. Op een tempelplein klopt dat niet erg. Oftewel, op maandag wordt ons onthuld. Als ook jij de zonnegeest van binnen wilt ontvangen, dan zul je de innerlijke tempel schoon moeten maken. Nou, dat is een klus. En is dat niet precies waar ieder van ons dag in dag uit mee bezig is? Die innerlijke tempel schoon te maken? Al dat ego-gedoe, die angsten, teleurstellingen, onzekerheden, eindelijk te leren overwinnen. Zodat de lammen weer kunnen lopen, de blinden weer kunnen zien van binnen. Op maandag wordt de innerlijke tempel schoongemaakt, zodat er ruimte komt voor de geboorte van de zonnegeest, het hoger zelf, de innerlijke Christus in ons hart. Mooi, hè? Dat beleven we op maandag. Dinsdag, marsdag, de dag van strijd. Eén teruggaan, zie even voor je hoe majesteitelijk Jezus Christus de stad binnenkomt. Hoe de mensen steeds weer iets innerlijk terugdeinzends krijgen. Hoe de leidslieden van het volk denken, o jee, onze tijd is voorbij en ze beginnen met de aanval. Eerst de leden van het Sanhedrin, dan die van de Farizeeërs. Beide zijn inmiddels afgedropen. Maar nu komen de Sadduceeërs. De Sadduceeërs, dat zijn liberale schriftgeleerden. Die zijn dus vooruitstrevend. Maar dat betekent ook dat ze niet geloven in engelen, ze geloven niet in de opstanding enzovoort. Allemaal flauwekul. En zij komen nu naar Jezus, deze Sadduceeën, de liberale schriftgeleerden. En zij vragen dit aan Jezus. Meester, er is een vrouw en die was getrouwd, haar man stierf. En toen is ze met de broer van die man getrouwd, zoals dat hoorde. Die stierf, ze trouwde met de volgende broer. Afijn, ze is met 7 broers achtereenvolgens getrouwd. Wie de 8 teksten leest, die weet, dit werd genoemd het leviraatshuwelijk. Want als een broer stierf zonder kinderen te hebben, dan moest de broer van de gestorvene in zijn plaats treden en alsnog kinderen verwekken. Het eerstgeboren kind werd dan het kind genoemd van de overleden broer en niet van de echte vader. Enfin, als die tweede broer ook eens stierf zonder kinderen nagelaten hebben, dan moest de derde in die plaats treden. Dus dat werd het leviraatshuwelijk genoemd. Dus het is geen gekke fantasie. Ik bedoel, het sluit aan bij een bestaande wetgeving. Maar omdat ze niet geloven in de opstanding, was dit natuurlijk een leuke valstrik. Nou, met wie zal ze dan, als ze getrouwd is met achtereenvolgens 7 broers, met wie zal ze dan in de opstanding getrouwd zijn? Ja, dan heeft ze er 7 tegelijk en dan moet ze kiezen uit 1. Zodat. En ze denken, nu hebben we hem lekker klem zitten. En dan het majesteitelijke antwoord van Jezus is heel simpel. In de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen. Maar ze zijn als engelen in de hemel. Kun je het wel begrijpen? Daar bestaat universele liefde aan de overkant in de lichtwereld. En dan zijn we met iedereen in universele liefde verbonden. Zo eenvoudig werkt het daar. En je voelt, ook deze Sadduceeërs druipen weer teleurgesteld af. Hadden ze zo'n mooie uitdaging bedacht. En ook deze wordt weer uit hun handen geslagen. En dan komt één van de Farizeeërs, een eenling, die denkt, ik ga het toch nog eens proberen. En die vraagt aan Jezus, meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij hoopt dat Jezus zal zeggen, nou je naaste lief hebben, want daar praat hij toch altijd over. Maar als hij dat zegt, zit hij fout. Want je hoort natuurlijk alleen maar God lief te hebben. Voel je? Maar als hij zegt alleen maar God lief hebben, dat is het grootste gebod. Nou, dan is altijd gepraat over naaste liefde, stelt er nog niet veel voor. Begrijp je? Weer zo'n strikvraag.
Als je ja zegt, zit je verkeerd. En als je nee zegt, zit je verkeerd. En ook hier weer dat directe, majestueuze antwoord. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw ziel en geheel uw verstand. En het tweede gebod daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ze horen simpelweg bij elkaar. Je kunt ze niet uit elkaar spelen. God lief hebben en de naaste, dat is één groot geheel. Deze vier aanvallen op Maasdag en het is mislukt. Maar nu lijkt Jezus goed op gang gekomen. Want nu is de menigte die om hem heen is komen staan, is steeds groter geworden. En wat lees je dan? Nu barst Jezus los. In een achtvoudig wee u. Wee u, gij schriftgeleerden. Nou, je moet de tekst maar eens nalezen. Twee korte daaruit. Het is niet mis. Dan zegt hij, jullie lijken op witte graven, die van buiten wel schoon lijken, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Poepoe. En hij zegt, jullie reinigen de buitenkant van de beker en de schotel, maar van binnen zijn ze vol roof en onmatigheid. Dus nu op gang gekomen, de oorlog met het oude, de maanreligie, is uitgebroken. Vier keer heeft hij ze verdedigd. En nou veegt hij met die hele oude orde de vloer aan. Niet met de mensen, maar met dit oude systeem. Wil je dat even goed onthouden? En wil je ook alsjeblieft niet vergeten, Sadduceërs, Farizeërs, wetgeleerden, ze wonen in mijn hart en in jouw hart. Zolang je nog wijst naar anderen, heb je van de essentie waar het in deze week om gaat nog niks begrepen. Kortom, op dinsdag worden we voor de vraag gesteld. Ken jij de Sadduceeën, de Farizeeën, de wetgeleerden in je eigen hart? Wat in jouw hart zoekt steeds veiligheid, zekerheid, hou vast, noem even de hele rattenplan op. Allemaal de handlangers, de wetgeleerden van de oude ego-orde, waardoor het nieuwe, de innerlijke Christus, geen kans krijgt. Voel je? En dan is het nog niet klaar. Na dat achtvoudig wee u, komt er nog iets anders. 'S Avonds trekt Jezus zich met zijn leerlingen terug. En weer gaan ze naar Betanië. Dus over de top van de Olijfberg heen naar Betanië, daar aan de voet van de Olijfberg. Maar op de Olijfberg houdt Jezus stil. En dan moet je je voorstellen, daar in dat maanlicht. En de maan schijnt op die zilverachtige blaadjes van die olijfbomen. Dat is een prachtig licht ook. En dat blad heeft een prachtige weerschijn. En daar zitten ze, in die stilte, in dat zilveren maanlicht, daar op die top van de berg. Op de top van de berg, dicht bij de geestelijke wereld. En daar geeft Jezus aan het einde van deze dag van strijd een uitblik op de toekomst. Het wordt genoemd de kleine apocalyps op de Olijfberg. Zo zal het in de toekomst gaan. En het zal niet mis zijn. Een paar kleine details uit die kleine apocalyps, die blik op de toekomst. Het lijkt wel of Jezus door die strijd die die dag heeft gehad, zich verdedigen, helemaal gefocust is op alle woelingen, op alle strijd die wij allemaal nog zullen moeten doormaken, voordat het nieuwe helemaal gekomen is. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen tekenen en wonderen doen, om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij ziet toe, ik heb het u alles voorzegd. Nou, heel simpel, in deze tijd. Kijk even, wil je meedoen met Wilders? Ik noem maar een boom uit bos. Dat is aardig ego-gedoe. Wil je vertrouwen creëren? Wil je vanuit een sfeer van overgave leven?
dan zul je al die stemmen in jezelf moeten overwinnen. Dat is die strijd waar je ook zelf doorheen moet gaan. Niet tegen Wilders, in jezelf. Om ruimte te scheppen voor een veelkleurige gemeenschap, waarin voor iedereen plaats is. Dat is de strijd waar we ook nu doorheen gaan. En dan zegt hij in die kleine apocalyps: want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn. En er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin van de weeën. Dan heb ik wel het gevoel: nou zit ik aardig in mijn eigen tijd. De grote omvorming is begonnen. En we zullen er met z'n allen doorheen moeten gaan. We gaan er ook doorheen. Weeën, waar we het net hadden, zijn natuurlijk geboorteweeën. We gaan door de strijd heen. De confrontatie met allerlei egokrachten. Om op die strijd met de egokrachten de weg te vinden naar onze innerlijke Christus. De weg te vinden naar de Zonnegeest in onszelf. Daar gaan we doorheen. En dan zit die kring, dat is het laatste citaat. Maar je moet ze weer even zien zitten, daar in de stilte van de avond, in dat maanlicht, onder die zilverkleurige olijfbomen. En tussen de bomen door hebben ze een blik op de stad. En ze kijken neer op de stad. Hè. Daar ligt de tempel, daar ligt het paleis van Caiaphas enzovoort. En wijzend naar de stad zegt Jezus: zien jullie die grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En 40 jaar later is Jeruzalem ook bijna met de grond gelijk gemaakt. Het einde van de oude maanreligie. In een bepaalde vorm weer hersteld, voel je wel, maar die moet alsnog overwonnen worden. En deze apocalyps, de grote strijd, de omvorming die aanstaande is, die nu dus begint, nu de Zonnegeest de mensenwereld binnengedragen wordt, die loopt uiteindelijk uit, goed gereformeerden kennen die tekst nog, op de scheiding tussen de schapen en de bokken. En daar staat er letterlijk dit: en al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En wat zijn dan die schapen? Dat is dit. Dat zijn de mensen waarvan Jezus zegt: ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was naakt en gij hebt mij bekleed. Wie in de tijd van de grote omvorming van de weeën, als de angst begint te gieren over de aarde, wie dan dwars daardoorheen de weg vindt naar liefde, onbevangen kwetsbare liefde, die vindt datgene waarom deze weeën bedoeld zijn en waarom het gaat. De schapen en de bokken, ze leven in onszelf. Dat was de dinsdag. De dag van Mars. De dag van strijd. Voel je hoe dat doorloopt tot in onze tijd? Woensdag. Wat heerlijk dat jullie zo meedenken. Ja. Woensdag, Mercredi in het Frans, is gewijd aan Mercurius. Mercredi. En Mercurius is de god van handel, van heling, ook de god van de winst en de bode der goden. Een wonderlijke dag dus. En op deze dag, dat is de enige dag in die week, blijft Jezus in Bethanië, in de kring van zijn vrienden. En dan wordt er verteld dat hij op die woensdag, kan je ook zo helemaal voorstellen, na die chaos van die dinsdag, die strijd, even de stilte, even de rust, even weer de sfeer vinden om naar binnen te kunnen gaan.
En daar houden ze met elkaar de maaltijd. En dan wordt er verteld dat een vrouw, waarschijnlijk Maria, de zuster van Johannes, de voeten van Jezus zalft met hele kostbare nardusolie. En zij doet dat als een gebaar van diepe dankbaarheid. Waarom? Omdat ze geraakt is door wat er van Jezus Christus uitging. Omdat ze een ander mens geworden is door wat ze ervaren heeft van die zonnegeest. Iets in haar werd opengebroken. Iets in haar werd omgevormd. En nu kan ze niet anders dan de laatste spaargeld besteden aan het kopen van deze kostbare olie. En daarmee zijn voeten zalven en die met haar eigen haar drogen. Een ontroerend gebaar van dankbaarheid. En dat is nog indrukwekkender als je weet dat het zalven van de voeten, dat behoort tot datgene wat aan de doden moet worden voltrokken en aan de stervenden, de voetenzalven. Denk even aan de ziekenzalving zoals die nog bestaat in de katholieke traditie. Dit hoort dus aan de stervende verricht te worden. Straks is er niemand die dat doen kan. Maar nu is er een vrouw die uit dankbaarheid, uit diepe liefde, intuïtief dit gebaar aan haar meester verricht. Deze vrouw, Maria, zij is het symbool van de mens. Zoals wij ieder kunnen worden. Als deze Christus-energieën op ons inwerken en wij ons door die Christus-energieën laten omvormen, laten genezen, laten geestelijk groeien, vul even in. Voel je? Maria, de mens die zich openstelt voor wat er van deze mens uitgaat. Maar bij diezelfde maaltijd is er ook iemand anders, Judas. En Judas ziet dit gebaar van Maria. En hij begrijpt niks van die dankbaarheid. Hij zit alleen maar in zijn hoofd, in het kille denken. En wat er in zijn hart omgaat, weet hij niet meer. En hij wordt des duivels. Hij is een dief, zegt het Johannes Evangelie met zoveel woorden. En hij vindt het zo'n geldverspilling. Kostbare olie, dat geld, besteed zomaar aan olie, ja, over die voeten gegooid, weggeveegd, nutteloos. En hij wordt zo kwaad dat hij wegloopt. En hij gaat de heuvel over. Hij gaat regelrecht de stad binnen. Hij gaat naar het huis van Caiaphas, de hoge priester. En hij zegt, nu is hij te ver gegaan. Nu wil ik hem op de een of andere manier kwijt. Wat wil je me geven? En dan geven de overpriesters hem 30 zilverlingen. Om zijn meester te verraden. 30 zilverlingen vind ik ook weer zo fascinerend. Weet je dat 30 het getal van de maan is? Een maand heeft meestal 30, 31 dagen. Zilver, de kleur van de maan. Hij denkt dat zijn meester iemand is die weer nieuwe regeltjes kon brengen. Iemand die werkt in de sfeer van de maanreligie. En hij heeft niet door dat in zijn meester iets veel diepers, iets veel groters, de zonnegeest zelf, naar de aarde komt. Zijn hart zat op slot en daarom kon hij het ook niet vatten. En dan zie je wat er altijd gebeuren gaat, vanaf die tijd, waar Christus werkzaam wordt. Daar zie je of hele diepe overgave komen, of je ziet mensen zich helemaal afsluiten en in het venijn schieten en boosheid, jaloezie en noem even op. De grote scheiding waar Jezus de vorige avond over gesproken had tussen de schapen en de bokken. Meteen de volgende dag bij de maaltijd begint die zich te voltrekken. En ik blijf dit zo'n bijzonder beeld voor deze tijd vinden. Je hoeft maar televisie te luisteren, krant te lezen,
En je ziet de voorbeelden om je heen. Enerzijds van mensen die wakker worden. Die steeds meer die grootse verborgen leiding in het leven gaan ervaren. Die dwars door alles wat ze passeert en overkomt. En dat is soms heel wat in deze incarnatie. En dwars daar doorheen toch vanuit een hele diepe dankbaarheid kunnen leven. Dankbaarheid omdat ze voelen, ik word geleid. En er zijn anderen, en die schieten in de boosheid, in het ego, in de jaloezie, in het oordeel, in het wijzen naar anderen. Nou, je ziet het gebeuren. Dat is de grote scheiding die zich voltrekken gaat in de tijd van overgaan. Word wakker. Blijf erbij met je kop. Heb door waar het om gaat. Voel je? Want voor je het weet, word je meegesleept met een sfeer van negativiteit. Op woensdag zie je een beetje iets wat je ook al bij het kruis zag. Links en rechts van het kruis twee moordenaars. Eén die zich vraagde. Mooi. Ik heb toch gelijk gehad? Ik had ook niks van doen. En de ander die berouw had, openging en alsnog de weg naar het licht vond. Voel je? Overal waar Christus verschijnt, waar de innerlijke Christus ontwaakt, daar begint deze tweedeling op gang te komen. Deze woensdag, het is enerzijds een dag van heling, Mercurius. Maria is geheeld. Ze kan haar dankbaarheid uiten. Jezus heelt even. Na die drie zo geladen dagen. Even kan hij ademhalen voor de dagen die volgen. De dag van heling, van dankbaarheid. Maar ook van handel en verkoop. Judas, 30 zilverlingen. Voel je? En voel je, als je deze week op woensdag hierbij stilstaat, dat het natuurlijk gaat om zicht te krijgen op de Maria en de Judas in je eigen hart. Kijk eerlijk, wees er niet benauwd voor. Judas zit ook in ons. En het helpt ons alleen maar verder als we dat ook eerlijk in onszelf willen en durven onderkennen. En Judas is zekerheid. Veiligheid, voldoende geld, de hele rattenplan, allemaal Judas. Maria is kwetsbaarheid. Alleen maar je hart laten spreken. Dat is de keus waarvoor we in deze week op woensdag gesteld worden. En dan wordt het donderdag. Witte donderdag. Een heel bijzondere dag. Wit. In de katholieke kerk, die heeft in de Leidensweek de kleur paars. Maar op witte donderdag wordt de kleur paars even weggehaald en vervangen door wit. Waarom wit? Ahura Mazda, de zonnegod uit de Persische religie. En hij werd gezien als een incarnatie van de zonnegeest. Hij werd genoemd de Witte Heer. En wit, het is ook de kleur van de zon. Donderdag is dus verbonden op een hele intense manier met de zonnegeest. Wat de naam betreft, donderdag, jeudi in het Frans, is verbonden met Jupiter. Jupiter, de hoogste god in de Romeinse religie, de god van de hemel en de wijsheid. En je mag dus zeggen, op donderdag, op witte donderdag, gaat het op de een of andere manier om hemelse wijsheid. Die zal op deze dag, hoe dan ook, aan het licht komen. Aan het einde van de donderdag, als de zon ondergaat, begint in Jeruzalem het Joodse Pascha, de Joodse paasmaaltijd. Nog altijd, en dus ook toen, betekent dat een herinnering, een navolging van wat het Joodse volk ooit deed, de avond voor ze vanuit Egypte optrokken door de Rode Zee
naar Kanaan. Op die laatste avond daar in Egypte, toen ze daar zaten, heeft Mozes de opdracht gegeven aan zijn volk: jullie moeten allemaal een paaslam slachten. En je moet het braden. Je moet dat lam helemaal opeten met elkaar. Geen bot mag gebroken worden. En het bloed van dat paaslam moet je strijken aan de deurposten. En midden in die nacht, iedereen moest thuis blijven. In het eigen huis, bij de eigen kring. En midden om 12 uur 's nachts gaat de engel des doods, de worgengel, rond. En in elk huis dat geen bloed aan de deurposten heeft, wordt de oudste zoon gedood door deze worgengel. Zo werden toen, aan de vooravond van de uittocht van het Joodse volk, vele Egyptenaren, oudste zoons in het gezin, gedood. Maar in al die gezinnen van het Joodse volk, waar het bloed aan de deurpost was, daar werden ze gespaard. En dan moet je je voorstellen, donderdag, het is nog steeds hartstikke druk in de stad. Veel mensen die op het laatste moment nog even een offer in de tempel willen brengen. Iedereen die eten haalt, iedereen die zorgt dat er een lam thuis komt, want dat lam moet geslacht enzovoort. Dus het is hartstikke druk. Grieken, Romeinen, duizenden buitenlanders, Joden die in de diaspora wonen, ze zijn naar de stad gekomen, chaos. Maar dan, op het moment dat de zon ondergaat, het lijkt wel of een tovervee met een stokje heeft gezwaaid, ineens, alles leeg, doodstil, de straten leeg. Iedereen gaat nu thuis dit paaslam eten en vieren. Ook Jezus gaat deze paasmaaltijd met zijn leerlingen eten. En waar eet Jezus deze paasmaaltijd? Dat is ook zo fascinerend. Dat is in het ordehuis van de Essenen. In de opperzaal, Cenaculum, zijn verschillende woorden voor. Nog altijd kun je dat bezoeken in Jeruzalem. Maar die opperzaal, weet je waar die gebouwd is? Precies op de plek waar vroeger Melchizedek zijn heilige plek had. Die heilige offerplaats van Melchizedek. De plek dus van de zonreligie, van brood en wijn. Koning David had zichzelf daar laten begraven, op die heilige plek. En daarboven, daar is dan dat ordehuis van de Essenen gebouwd. En dus ook de ordezaal, waar Jezus de laatste maaltijd had. Fascinerend, hè? Op die plek, die eeuwenoude plek van brood en wijn, van Melchizedek, daar viert Jezus zijn maaltijd. Aan de overkant van de straat, je moet gewoon beeldend ook voorstellen, daar is het huis van Caiaphas, de hoge priester. Gewoon aan de overkant. En daar komen vooral alle Sadduceërs bij elkaar en schriftgeleerden. Vol haat jegens deze oproerkraaien vervuld. En vol plannenmakens, Judas heeft beloofd hem te verraden. Hoe zullen ze het voor elkaar kunnen krijgen? Lukt het nog voor het heilige feest losbreekt? Twee huizen tegenover elkaar in één straat. En één op de plek van Melchizedek. En daar wordt de nieuwe zonreligie, de oude, hersteld. En de andere, het ego-denken, tot op de uiterste spits gedreven. Vol haat en woede. Zie het beeld voor je? En als Jezus daar dan zit in die opperzaal. Ik heb er eigenlijk nog weer een poos over moeten denken. Wat eet hij dan daar? Dan eet hij het paaslam met zijn leerlingen. Maar dat is gek, want Jezus was wel vegetariër. Hij kwam uit de kring van de Essenen. En daar zijn ze vegetariër. Maar ook als goede Jood heb je aan zulke essentiële ceremonieën te houden. En ook dat was Jezus. Natuurlijk doe je dat dan ook. In trouwe verbondenheid met je volk. En dan moet je daar die maaltijd voorstellen. Daar zitten ze. Waarschijnlijk meer dan 12 voor. Maria Magdalena was erbij, Maria en Martha natuurlijk ook, hè? De zussen van Lazarus, enfin een grotere kring. En die zitten daar,
En ze beginnen dan, zoals in alle Joodse huizen op dat moment in de stad, ze beginnen met het eten van het paaslam. En het bloed gesmeerd aan de deurposten. Maar na de paasmaaltijd, dan ineens blijken er op die tafel, de leerlingen hebben het nauwelijks gezien, brood en wijn te staan. En dan na het paasgaan neemt Jezus de wijn en zegt, dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. En dan neemt hij het brood en hij breekt het. En hij zegt, dit is uw brood. Dat is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Eerst de oude ceremonie. En dan de nieuwe ceremonie. Voel je? Hij zegt er verder niks bij. Daarom laat ik het nu ook even staan. Het komt terug in mijn verhaal. Brood en wijn. Maar je voelt, we grijpen terug op Melchizedek. En hier wordt de overgang gemaakt van maanreligie naar zonreligie. Van paaslam, dierenoffer, oude helderziendheid, naar nieuwe helderziendheid, zonreligie, waar het alleen maar om brood en wijn gaat. Dan wordt in elk Joods huis, bij Jezus kwam daar dus nog brood en wijn tussen, maar na de paasmaaltijd wordt in elk Joods huis de Haggadah gevierd. Oftewel, dan wordt de Joodse geschiedenis verteld. En dat is de geschiedenis van de uittocht. En de jongste aan tafel moet dan ook altijd vragen, waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En de oudste aan tafel begint te vertellen over de uittocht toen en de doortochten door de Rode Zee enzovoort. En als die Haggadah voltooid is, dit verhaal verteld is, dan voegt Jezus ook hier iets aan toe. En hij maakt ook hier een overgang naar het nieuwe. En wat hij dan doet, is wat wij kennen uit de Bijbel, Johannes 17, als het hoge priesterlijk gebed. Prachtige, indrukwekkende teksten. Afscheidswoorden. En afscheidswoorden, en de kern draait om deze korte uitspraak. Veel meer, maar ik doe later. Maar dan zegt hij, het is beter dat ik heen ga, want dan kan de trooster geboren worden. En dat is zoiets moois, als je dat begrijpt. Nu kijken jullie nog steeds, mijn leerlingen, mijn vrienden, mijn vriendinnen. Jullie kijken nog steeds naar mij. En je verwacht van mij je heil. Maar als ik er niet meer ben, dan kan de Christus geboren worden. De zonnegeest op aarde. En die kan dan jouw hart binnengaan. En dan kan je zelf een wetende worden. Dan kun je de overgang maken van buiten naar binnen. Voel je? Van de Haggadah naar de afscheidswoorden, het hoge priesterlijk gebed en de overgang van buiten naar binnen. Het meest ontroerende vind ik eigenlijk dit, dat hij dan die afscheidswoorden, het hoge priesterlijk gebed, afsluit met deze eenvoudige woorden. Steeds weer de essentie van alles. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkander lief hebt. Dat is alles. Dat is de essentie van alles. Elkaar waarachtig liefhebben. Niet vanuit de oppervlakkigheid van het ego, dat een moment ontroerd is, maar morgen alweer bijna zat is, voel je? Maar vanuit de diepste innerlijke betrokkenheid bij de ander. Dat is de manier waarop Jezus en zijn vriendenkring met leerlingen, daar in dat ordehuis van de Essenen, het Joodse paasfeest viert. Aan de overkant, in het huis van Caiaphas, vieren ze het alleen met het paaslam en alleen met de Haggadah. En dan gebeurt er iets bijzonders, schokkend. Tijdens de maaltijd loopt Judas weg en gaat naar buiten. Hoe kan die dat doen? Ieder mens die in deze nacht naar buiten gaat, valt aan de doodsengel, de worgengel ten prooi. Ik denk dat Judas denkt, ik hoef alleen maar over te steken. Nou, dat telt nauwelijks mee. Maar hij valt ten prooi aan de worgengel. Zijn ik sterft. Zijn hart sterft nu voorgoed. En in de oude teksten staat dan ook,
dat hij bezeten raakt, zowel door Lucifer als door Ahriman, zowel door de Satan als door de duivel. Hij koos voor het ego, hij koos voor de verharding, hij weigert zijn hart open te zetten. Dan raak je steeds meer in de ban van het ego. Het gevaar is dat je dan uiteindelijk terechtkomt in een sfeer dat duistere machten jouw leven gaan bepalen. Daarom pleegt hij later ook zelfdoding. Niet dat hij er zelf voor kiest, maar gedreven door deze donkere kracht. Maar ook Jezus zelf, aan het einde van die afscheidswoorden van dat nieuwe gebod, een nieuw gebod geef ik jullie, dat je elkander lief hebt. Ook Jezus zelf gaat dan met zijn leerlingen naar buiten. Hij neemt ze mee. En je moet wel even bedenken, wat een schok dat moet zijn voor die vriendenkring en die leerlingen. In deze nacht naar buiten. Dat is God geklaagd. Dat is jezelf tot prooi maken van de worgengel, van de engel des doods. Dat doet Jezus ook. En hij is de oudste zoon die in deze nacht aan de engel des doods ten prooi zal vallen. Voel je? Zo gaat deze nacht. En als hij dan daar in Gethsemane is met zijn leerlingen. En hij zegt tegen ze, blijf jullie maar even hier. Ik ga verder bidden. Ik heb het al vaak verteld. Dan als hij aan bidden is, dan staat er dat de zweetdruppels op zijn voorhoofd worden bloeddruppels. Weet je wat er letterlijk staat? Maar eerst even, in onze eigen Bijbeltekst, Nederlands Bijbelgenootschap, staat dit. En hij werd dodelijk beangst. En de Bijbelvertellers zeggen dan altijd, ja, hij werd bang, want hij wist dat hij gevangen genomen zou worden en dat hij zou moeten sterven. Nou werd hij doodsbang, vlak voor de grote. Maar dat staat er niet. Er staat letterlijk in het Grieks, toen die in agonie kwam. En agonia, het Griekse woord agonie, dat is doodstrijd. Hij kwam letterlijk in doodstrijd. Zijn lichaam begaf het. Moet je even voorstellen, 3 jaar lang leefde en werkte de zonnegeest met die enorme krachtige energieën door zijn lichaam heen. Het lichaam van Jezus Christus was volledig versleten en op. En daar, op dat moment, dreigde hij in Gethsemane te sterven. En hij wist, als ik nu sterf, is mijn hele opdracht voor niets geweest. Weet je waarom? Omdat de Christusgeest nog net niet helemaal zijn lichaam was binnengegaan. Een klein restje was er nog buiten. Dat moest nog helemaal opgenomen. Om het maar heel lelijk voor onze tijd te zeggen. 99% wat de Christusgeest had Jezus verinnerlijkt. 1% hing er nog buiten. Maar als hij op dat moment zou sterven, zou de Christus, de zonnegeest, niet totaal veraardst en vermenselijkt zijn. En dus ook niet op dit menselijk vlak werkzaam kunnen worden. Dan had het niet onze harten kunnen binnengaan. Dan zouden wij nu niet zelfstandig geworden zijn. Dan zouden wij nu niet praten over de weg naar binnen. Dat alles zou niet gebeurd zijn als Jezus toen daar gestorven was. Jezus wist dat het spel stond. Hij wist, als ik nu sterf, dan is die keer in de evolutie, die gaat niet door. Zweetdruppels worden bloeddruppels. En bidden als een gek, zeg ik maar in mijn eenvoudige menselijke taal. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En de leerlingen, er staat, ze slapen. Dat betekent, ze hebben niet door wat er gebeurt. Ze hebben totaal niet door welke worsteling de meester doormaakt. Helemaal alleen vecht hij daar met de dood. Tot 3 keer toe. En dan staat er dat engelen komen en hem nieuwe kracht geven. En hem alsnog dat restje kracht geven, waardoor hij op dat moment sterker blijkt dan de dood.
en het laatste stuk kan voltooien wat nog op zijn weg ligt. Indrukwekkend, hè? En als je dit gaat zien, dan begrijp je het. In mijn tekst heb ik ook gezegd: u die op donderdag vol dankbaarheid de voeten van uw leerlingen waste, staat niet op jullie stencil, staat op de website, en voortijdig dreigde te sterven in Gethsemane, u overleefde er de dood. Dat is het meest grootste, dat hij sterker was dan de dood op dat moment. Bijzonder, hè? Ik was nog vergeten te vertellen, de voetwassing. Maar over 14 dagen hebben we dan de cursus Evangelische Bijbel lezen. Dus dan kom ik daar uitgebreid op terug. Die worsteling daar in Gethsemane. En je moet je even voorstellen. Dat is die tuin met die olijfbomen. Die zilveren blaadjes, dat maanlicht. En daaronder die bomen Jezus geknield, die worsteling. En als dan die worsteling voltooid is, dan horen ze al het rumoer van een groep gewapenden die vanuit de stad optrekken en naar hen toe komen. En vooraan die groep gewapenden loopt Judas. En hij geeft Judas een kus, om met die kus aan de soldaten aan te geven wie ze gevangen moeten nemen. Weet je wat zo ontroerend is? Wij denken vaak, hè, nou, waarom moest Judas nou aanwijzen wie Jezus was? Dat wisten ze toch wel? Nee, er wordt verteld in oude geschriften dat de gezichten van de leerlingen heel erg op die van Jezus waren gaan lijken. Door die uitstraling van de Christusgeest leek het wel of ze allemaal dezelfde gezichten hadden gekregen. En daarom was het voor buitenstaanders heel moeilijk binnen die kring, waar allemaal op die gezichten iets bijzonders lag, om daar die ene te herkennen om wie het ging. Met een kus moest hij aangewezen worden. Judas, zelf een van de leerlingen, hij kon natuurlijk de meester wel onderscheiden. Mooi als je die diepere verbanden gaat voelen. En dan breekt de vrijdag aan. Want dan is Jezus gevangen genomen. En hij wordt meegenomen langs drie figuren. Langs Caiaphas, Pilatus en Herodes. En bedenk eens even. Langs drie figuren voordat hij sterft. En toen hij geboren werd, toen kwamen de drie koningen uit het oosten. En nu die sterft, drie gelijkwaardige hoogwaardigheidsbekleders daar in Jeruzalem. Voel je die? Daar zitten verbanden. Enfin, Caiaphas en Herodes zal ik jullie besparen. Maar het is zo prachtig om even tot slot nu stil te staan bij wat er gebeurde daar bij het paleis van Pilatus. Dat die naam Pilatus betekent waarschijnlijk de zeeengte. En dan moet je denken aan die zeeengte van Gibraltar. Je moet door een engte heen en dan kom je vanuit de Middellandse Zee op de oceaan. Kom je vanuit het oude in het nieuwe. Door Pontius Pilatus heen, van het oude in de volheid van het nieuwe. Dat is boeiend. En dat paleis van Pilatus, dat heeft een groot terras, bordes daarvoor. En aan de zijkanten, de korte stukken, daar zijn trappen naar beneden. En dan brengen de soldaten, die brengen Jezus naar Pilatus toe. En ze duwen het terras op. De schriftgeleerden die blijven er buiten. Als ze op dat terras gaan staan, in de sfeer van de Romeinen, worden ze onrein, kunnen ze geen paasfeest vieren. En dan eens even kijken wat er gebeurt. Dan komt eindelijk Pilatus naar buiten. Jezus staat daar, geboeid. En Pilatus vraagt, wie ben je, wat moet je? Jezus zwijgt. Ben jij een koning? Ze zeggen dat jij een koning bent. Jezus zwijgt. Wil jij het volk in opstand brengen? Jezus zwijgt. En dan neemt Pilatus Jezus mee naar binnen. En dan vraagt hij opnieuw. Hé, wie ben jij? Ben jij de koning der Joden? En dan antwoordt Jezus wel. Voor wie het horen kan. Het verschil tussen exoterisch
en ezelklerisch. Buiten zwijgen. Binnen aan Pilatus, die meer begrijpt, kan die ook zeggen hoe het werkelijk zit. En dan zegt hij eerst tegen Pilatus: heb je dat van jezelf, dat ik misschien een koning ben? Of hebben anderen je het verteld? En vervolgens zegt hij: mijn rijk is niet van deze aarde. En dan begrijpt Pilatus meteen: dit is niet zomaar een opstandeling. Dit is een ingewijde. Mijn rijk is niet van deze aarde. En Pilatus weet wel iets van die inwijdingen af. En dan schrikt hij. En dan zoekt hij manieren waarop hij deze inwijde man toch vrij kan laten. En dan neemt hij Jezus weer mee naar buiten. Zet hem op het bordes neer en moet je het voor je zien. En al die Joden, Farizeeën en zo, ze staan daar. En dan zegt Pilatus: ik vind geen schuld in hem. Nou, en dan roepen ze: toch, kruisig hem, kruisig hem. Dan gaat Pilatus, neemt hem weer mee terug. En die zoekt drie manieren om Jezus alsnog vrij te pleiten. Eerst stuurt hij naar Herodes. Herodes is de koning van Galilea, daar in het noorden. Maar die is toevallig voor het paasfeest ook in Jeruzalem. En Pilatus denkt: oha, Jezus komt uit Galilea, dus hij valt niet onder mijn jurisdictie. Ik stuur hem lekker naar Herodes. Maar Herodes is niet gek en die stuurt hem meteen weer terug. Het is hier in Jeruzalem gebeurd en dat jouw gebied, zoekt zelf maar uit. Dat is één. Het tweede, dan laat Pontius Pilatus een misdadiger komen. Barabbas, een moordenaar. En die zet hij naast Jezus, staat op dat bordes. En dan zegt hij: één van beiden mag ik vrijlaten. Wie willen jullie dat ik vrijlaat? En hij denkt: ze zullen allemaal kiezen voor Jezus. Maar dan kiezen ze voor Barabbas. En wat moet ik dan met Jezus doen? En de hele menigte roept: kruisigt hem. En dan staat er iets heel wonderlijks. Dan komt de vrouw van Pilatus, Procla. Die komt het bordes op, het paleis uit. En die zegt zo tegen de man: hoor eens, je moet die man niks doen hoor. Want ik heb vannacht van hem gedroomd. En het is een heel bijzonder mens. Alsjeblieft, laat hem vrij. En ze trekt zich weer terug. En dan probeert Pilatus nog één uiterste poging. Hij neemt Jezus weer mee naar binnen. En dan mogen zijn soldaten Jezus een doornenkroon op zijn hoofd zetten. Ze mogen een mantel om hem heen hangen. Ze mogen hem geeselen. En als je het weet, dat zijn toevallig wel symbolen die in de oude inwijdingstraditie, in het verborgene, in de inwijdingsschool, gepraktiseerd werden. Dus Pilatus voert Jezus nu met die doornenkroon, die rode mantel en gegeeseld naar buiten. De Farizeeërs, zij zijn ingewijden. Zij moeten dus begrijpen wat Pilatus hier zegt. Kijk eens, dit is een ingewijde. Die kan ik niet zomaar ter dood veroordelen. En dan voert hij Jezus naar buiten met die doornenkroon en die rode mantel. Het bloed druipt van het geestelen. En dan zegt hij: zie de mens. En hij bedoelt voor de ingewijde Farizeeërs en Sadduceeërs: dit is een ingewijde, geen opstandeling. En dan gaat hij zitten op de rechterstoel. En nog steeds staat Jezus daar. Oh nee, en voor hij gaat zitten, geeft hij nog zeggen: was hij eerst zijn handen in die kom water. Hij wast zijn handen in onschuld. Hij gaat zitten in die stoel en hij vraagt nogmaals: wat moet ik met deze man doen? En dan roept het volk opnieuw: kruisigt hem. En dan weet hij geen andere weg dan deze man ter kruisiging over te dragen aan de Farizeeërs en Sadduceeërs. Pilatus zelf heeft nooit rust gevonden. Na 3 jaar is hij teruggeroepen naar Rome. Keizer Tiberius was kwaad vanwege de terechtstelling van Jezus. Pontius Pilatus werd meer en meer waanzinnig. En 6 jaar na de dood van Jezus pleegde hij zelfmoord. Zijn lichaam werd gegooid in de Tiber. Maar toen het daar in de Tiber lag, kwamen de wateren in een geweldige opstand. En ze namen het dode lichaam van Pilatus eruit, gooiden het in de Rome. Maar ook de wateren van de Rome in Frankrijk kwamen in zware opstand.
En toen gooiden ze het lichaam in het Vierwoudstedenmeer. En daar rust het, zegt de legende, tot op dag van vandaag. En de grote berg terzijde van het meer heet ook tot op de dag van vandaag de Pilatusberg. Intussen komen we toe aan Goede Vrijdag. Goede Vrijdag in het Frans. Ja, ik was er al mee bezig, maar vooruit. Vendredi. En Vendredi is gewijd aan Venus, de godin van de liefde. Dus vrijdag, Goede Vrijdag, het is de dag van de hoogste liefde. Ook weer zo mooi, hè? Goed, heel voorzichtig. Jezus Christus, hij wordt aan het kruis gespijkerd. De leerlingen, zij kijken van verre toe. De meeste leerlingen durven niet naar voren te komen, want dan worden ze misschien ook gepakt. Alleen die drie aan de voet van het kruis. Maria Magdalena, moeder Maria en Johannes. Zij staan daar aan de voet van het kruis. En dan wordt er verteld dat als Jezus daar aan het kruis hangt, dat vanaf 12 uur de lucht steeds donkerder wordt. En het wordt zo donker dat het bijna middernacht lijkt. Als je de oude geschriften leest, dan wordt er verteld dat de woestijnwind waait. Zo'n beetje als in Zuid-Frankrijk de Mistral. Alleen die waait op een aantal kilometers hoogte en voert heel veel woestijnzand mee. En dat woestijnzand dat meegesleurd wordt, dat verduistert het zonlicht en maakt dat het bijna spookachtig nachtelijk donker wordt. Het wordt vanaf 12 uur heel donker rond Golgotha. En altijd weer, als ik me dat indenk, dan moet ik denken aan die oude woorden: in het holst van het nacht wordt het licht geboren. Het ochtendlicht wordt ook geboren, juist als de nacht het diepst donker is. Dat weten jullie, hè? Het laatste uur voor het licht worden, dat is het donkerste uur van de nacht. Nu ook, vlak voordat het kosmische licht geboren wordt, wordt het diep donker op aarde. En dan zijn er die verschillende kruiswoorden. Onder andere dat ene kruiswoord dat ik er nu maar even uitlicht, omdat ik niet weet of ik daar straks aan toe kom. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. De oude teksten vertellen, zo heeft het er niet gestaan. En dat heeft Jezus Christus niet gezegd. Hij heeft gezegd, mijn God, wat hebt gij mij verheerlijkt? Asaftani. En ergens kun je dat begrijpen. Heel lang hebben vertalers, overlevenaars, degenen die de Bijbelse teksten overschreven, die hebben zich ook beelden gemaakt. En die maakten het beeld daarvan een mens aan het kruis. Helemaal alleen. En die zagen daar, mijn God, wat hebt gij mij verheerlijkt. Dat kan toch niet waar zijn. Dat moet een verschrijving zijn. Asaftani, sabachthani. Zijn woorden die bijna op elkaar lijken als twee druppels water. En dus zeiden ze, daar kan niet verheerlijkt hebben gestaan. Daar moet verlaten hebben gestaan. En zo werd de oude uitspraak van Jezus, wat hebt gij mij verheerlijkt, vertaald naar, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom zegt Jezus dat, hangend aan het kruis, in het laatste uur voor zijn dood, vol pijn? En dan zegt hij wat, mijn God, wat hebt gij mij verheerlijkt? Omdat op dat moment is het allerlaatste restje van de Christusgeest tot in zijn lichaam, de diepste diepte van zijn lichaam, opgenomen. Op dat moment is hij eindelijk geworden de levende manifestatie van de Christus, van de Zonnegeest op aarde. De vorige avond in Gethsemane
was hij nog zo bang dat het niet lukken zou. Nu aan het kruis. Rudolf Steiner zegt, de laatste restjes Ariman zijn uit zijn botten verdreven. En nu ook in het merg van zijn botten leeft en regeert de zonnegeest. Voel je? Mijn God, wat hebt gij mij verheerlijkt? Dat ik eindelijk mijn grote opdracht om de zonnegeest naar de aarde te dragen en door mijn lichaam heen helemaal te vermenselijken, dat ik die heb mogen volbrengen. Voel je? Is heel groots, maar ook heel diep. En dan sterft Jezus Christus aan het kruis. En dan staat er dat hij de geest gaf. En je voelt al wat daar bedoeld wordt. Als hij sterft, wordt de Christusgeest geboren. Maar die wordt nu geboren als een kracht die helemaal veraardst, vermenselijkt is. Die past in deze energiesfeer. En die daarom nu direct werkzaam kan worden in de aura, de etherische sfeer van de aarde. Het is volbracht. En dan sterft hij. En dan wordt er verteld door oude tekst, dat als hij sterft, dat zijn lichaam nog één keer begint te stralen als de zon. De Christusgeest laat zich nog één keer in zijn volheid door het lichaam gaan, voordat hij buiten treedt. Zoals toen op die berg, de verheerlijking op de berg. Weet je wel? Toen liet de geest zich één keer gaan en straalde helemaal naar buiten. Nu, op dit uiterste uur, 3 uur, hartstikke donker op aarde. De mensen helemaal beklemd. Wat gebeurt hier? De natuur is in de war. Het is bloedheet, niet te harde. Het lijkt of je geen adem krijgt. Die wind jaagt daarboven, stikdonker. En daar in dat stikdonkere, daar begint ineens dit bijna dode lichaam van de meester te stralen als de zon op aarde. Eén keer mogen ze allemaal het grote kosmische geheim zien. En dan staat er, als die sterft, op 3 uur, en zie, het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. De hele natuur weet wat er gebeurt. De kosmische geest die nu hier op aarde geboren wordt. Alles in de war. Alles reageert op dit grootse gebeuren. De rotsen scheuren, de aarde beeft en het wordt zichtbaar in het voorhangsel in de tempel. Dat voorhangsel scheurt van boven tot beneden. Wat betekent zo'n detail? Als er op zo'n uiterst moment van beslissend belang voor de hele wereldgeschiedenis zo'n detail staat, moet dat wel betekenisvol zijn? Dat gordijn dat scheurt van boven naar beneden. Waar hangt het? Het hangt in de tempel voor het heilige der heiligen. Daar achter dat gordijn, daar stond de ark van Mozes. En daar mocht niemand binnenkomen. Wie dat zou doen, die zou ter plekke dood neervallen. Slechts 1 keer per jaar mocht de hoogpriester daar komen. Verder niemand, want God zien betekent sterven. Dat zijn te grote, te heilige energieën. En nu wordt de zonnegeest op aarde geboren. En het gordijn scheurt. En iedereen kan zo, zomaar naar God kijken. God schouwen. Voel je? Dat is wat er gebeurt. Dat gordijn wordt weggetrokken. De Christusgeest leeft nu op aarde. En ieder mens kan hem in principe schouwen. En nog zoiets groots. Als je... Ja, dit is al het moeilijkste deel van het verhaal. In die zin, het is zo diep. Als hij hangt aan het kruis, dan druppelen uit de wonden van zijn handen en uit de wonden van zijn voeten
druppelt het bloed in de aarde. En weet je, bloed is niet zomaar iets. Maar bloed is de drager van onze geestkracht, van ons diepste wezen. Er zijn ook nog steeds religieuze stromingen die bloedtransfusies weigeren. Omdat je dan ook iets van de ander, van het wezen van de ander meekrijgt. In alle oude tradities wisten ze dit. En nu stroomt het bloed van Jezus Christus in de aarde. En dat bloed is helemaal doorstroomd, doortrild van die kosmische zonne-energie. En die druppelt in de aarde, zakt daarin weg. Zo wordt ook de aarde vervuld met de kosmische zonnegeest. De kosmische energie van de geest van de liefde. Drink deze wijn. Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Zo meteen wordt het nog duidelijker. Maar dit is wat er die vrijdag daar gebeurt. Ik heb er 1 of 2 teksten die ik zo graag wil voorlezen, als het lukt. Eerste, die stilte. Ik zie hoe de duisternis midden op de middag dikker en dikker wordt. Slechts een vaag schijnsel, als was het maanlicht, laat scherp gesneden silhouetten van struiken, stenen en van mensen oplichten. Het vage schemerlicht maakt van de 3 kruisen daar op de heuvel een spookachtig decor, als was het niet echt. Alles zwijgt, alles valt stil. De mensen opgewonden toegestroomd om toe te zien, als was de kruisiging een theaterstuk. Ze voelen zich beklemd. 1 voor 1 vervallen ze tot een angstig zwijgen. Ik zie dat ze onbewust aanvoelen dat zich daar rond die 3 kruisen een kosmische worsteling voltrekt van een ongehoorde grimmigheid. Alles zwijgt. De vogels net zo goed als de bladeren aan de struiken en de bomen. De dieren staan bewegingloos. De honden vouwen hun staart tussen de poten. Ook de aarde lijkt haar adem in te houden. Ze lijkt te weten welk allesbeslissend drama zich hier voltrekt. Ze lijkt te weten dat de toekomst van mens en aarde bij deze worsteling op het spel staat. De stilte wordt oorverdovend. Ik kijk en kijk en houd het nauwelijks uit. Mijn hart schreeuwt. Ik voel, doorvoel de wurgende eenzaamheid, de gruwelijke verlatenheid die hen belaagt. Als ik, die slechts toekijk, dat al niet verdragen kan, hoe moet dat dan voor hen zijn? Ik bid als een bezetene, mijn enige houvast. Dan verscheurt een rauwe kreet de stilte. Ik herken zijn stem niet eens meer in die kreet. Geroezemoes zwelt aan. De stilte is gebroken. Het duister lijkt weer toe te nemen. Het licht op zijn gezicht vervaagt. En ook de engelen zie ik niet meer. Ik zie alleen nog uitputting en een dodelijke vermoeidheid. De lijnen in zijn gezicht zijn diepe groeven nu. Ik voel, het zal niet lang meer duren voor die sterven gaat. Mijn hart krimpt ineen. Maar meteen richt ik al mijn aandacht weer op hem. Ik heb immers van hemzelf geleerd hoe wij mensen elkaar met onze energie ondersteunen en dragen kunnen. En dus zend ik alle liefde, alle aandacht van mijn hart naar hem die nu al zo lang mijn alles is. Ik zie dat hij steeds hoger ademt, steeds oppervlakkiger, zoals een stervende doet. Dan, plotseling, word ik mij ervan bewust dat het om mij heen doodstil is. Geen blad aan de struiken beweegt, geen vogel fladdert, geen mens die wat zegt.
niemand die hoest of zijn keel schraakt. Het lijkt alsof alles, mens, dier en natuur, zich bewust is van dit kosmische, allesbeslissende moment. Nu zal de meester door de dood heen gaan. Nu zal de geest verankerd en bevestigd worden als aardekracht. Nu begint een nieuwe tijd. In die doodse stilte horen wij hem fluisteren. In uw handen beveel ik mijn geest. Dan zie ik hoe zijn hoofd op zijn borst valt. Zijn borst beweegt niet meer. Zijn ogen breken, worden star en zien niet meer. Eindelijk heeft hij zich losgemaakt van zijn lichaam. Eindelijk is hij die grotere geestelijke wereld binnengetreden. Ook mijn hoofd zakt op mijn borst. Tranen druppelen op de grond. Hij is gegaan. Voorgoed. Nog steeds houdt alles en iedereen de adem in. Niemand beweegt, niemand zegt iets. Het is als doorvoelen wij allen die omheen staan het beslissende van dit moment. Dan begint in de verte een hond te blaffen. Een zucht gaat door de mensenmenigte. De stilte is verbroken. En ik denk alleen maar, het is volbracht. Voortdurend gaan die woorden door mij heen. Als een mantra, als een litanie, als een gebed, waarvoor ik alleen maar deze woorden heb. Als Jezus Christus gestorven is, wordt hij begraven in het rotsgraf van Jozef van Arimathea. En dan breekt de stille zaterdag aan, als het dode lichaam van de meester in het graf ligt. Zaterdag, stille zaterdag. Die dag is gewijd aan Saturnus, de vrijdag aan Venus, het hoogste geschenk van de liefde, het offer van de zonnegeest die naar de aarde afdaalt. Zaterdag Saturnus, de god die gewijd is aan de aarde, aan de tijd, de landbouw, onze schaduw, dus heel sterk met het concreet aardse verbonden. Op die zaterdag, het is zo stil, lijkt het. Maar in het verborgene gebeurt er zoveel. Er wordt verteld in het prachtige oude evangelie van Nicodemus hoe Jezus Christus na zijn dood de geestelijke wereld binnentreedt. Eerst de etherische wereld en dan de astrale wereld. Op aarde is het stille, stille zaterdag. Maar Jezus Christus treedt de astrale wereld binnen. In de Bijbelse teksten, met name het Oude Testament, wordt dat wel genoemd het dodenrijk. En daar in die lagere astrale wereld, daar leven al die gestorvenen die de weg naar het licht na hun dood niet meer vinden konden. Die in de versuffing in het donker blijven hangen. En in die tijd, 2000 jaar geleden, waren daar heel veel mensen. Paulus vertelt dat daar zelfs nog mensen in die astrale wereld vastzaten die al in Atlantis waren omgekomen. En vanaf Atlantis al die tijd waren blijven hangen in die donkere astrale wereld. En dan moet je je voorstellen, volkomen duistere wereld. En daar treedt een machtig lichtende gestalte binnen. Alsof voor het eerst, nooit eerder, in die duistere geestelijke wereld een groot stralend kosmisch licht begint te stralen. En de een na de ander van al die versufte wezens doden. Ontwaakt, wordt wakker, aangeraakt door dat licht. En dan zien ze hoe deze machtige lichtgestalte verder schrijdt. En al die doden die ontwaken, ze schrijden achter hem aan. En het wordt op die stille zaterdag één machtige kosmische processie
die daar voortschrijdt door de lagere astrale wereld, de hogere astrale wereld, zo de lichtwereld binnen. Miljoenen mensen, miljoenen doden, op die stille zaterdag, ze komen eindelijk thuis. En weet je wat zo mooi is? Dit vind ik al zo mooi op zich. Het is de ene mooi na het ander. Maar wat zich 2000 jaar geleden in de geestelijke wereld afspeelde, deze overgang, deze doorbraak, dat gaat zich nu in onze tijd op aarde afspelen. Het grote ontwaken van de mensheid, het bewust worden van de Christus, de innerlijke Christus, hoger zelf. We gaan nu door de geboorteweeën heen. En alle oude tradities zeggen, eerst moet iets zich afspelen in de geestelijke wereld. En dan kan het zich op aarde voltrekken. Wat toen op stille zaterdag in de geestelijke wereld gebeurde, het begint zich nu te voltrekken op aarde. En ergens onbewust weten we dat allemaal. Waarom kom je allemaal hier vandaag? Allemaal ergens iets met deze bijzondere gestalte, Jezus Christus. En steeds dieper verlangen vervult ons om zijn geheim te mogen verstaan. Om geraakt te worden door zijn mysterie. Dat is wat er op stille zaterdag gebeurt. Het voltrekt zich aan onze ogen. Op aarde is het stil, maar daar geschiet het wonder. En weet je, sinds die gebeurtenis van toen die stille zaterdag, ligt daar in de geestelijke wereld een pad van licht. Dat pad waar deze kosmische processie met aan het hoofd Christus zelf getrokken is, gelopen is. Dat pad ligt klaar. En sinds die tijd sterven wij veel makkelijker. Want we zien veel makkelijker als we sterven dat pad daar liggen. En we hoeven alleen maar over dat pad te lopen om thuis te komen in de wereld van het licht. Voel je? Toen de grote doorbraak daar, nu gaat die zich op aarde voltrekken. In de Bijbelse teksten lezen we ook dat zich die stille zaterdag iets op aarde voltrekt. En wat? De natuur is nog steeds volslagen in de war. De aardbevingen gaan door. Scheuren, bevingen, van alles gebeurt er. En zo gebeurt het ook, vertellen de oude teksten, dat de aarde scheurt op de plek van dat rotsgraf van Jozef van Arimathea. Niet zo gek, want die lag in een oude, gedempte kloof tussen de beide heuvels van Jeruzalem. En nu de aardbevingen scheuren, scheurt ook die kloof weer open. En het dode lichaam van Jezus Christus zakt diep weg tot in de aarde. En bij een volgende beving wordt de kloof weer gesloten. Maar wat gebeurt daar? Als het dode lichaam van Jezus Christus wordt opgenomen tot diep in de aarde, dan begint dat dode lichaam van daaruit in te werken op de aarde. Want elke cel van dat dode lichaam is doortrokken van die zonnegeestkrachten, van die heilige energieën uit die hoogste kosmische wereld, is tot in alle vezels, alle cellen doortrokken. En nu begint die in te werken op de aarde. Dit is mijn brood, mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Sinds die tijd, door het bloed en het lichaam van Jezus Christus, begint de aarde zelf te veranderen. Is de aarde zelf doortrokken van een nieuwe geestkracht. Alles verandert. Oude helderzienden vertellen dat als je in die tijd vanaf een andere planeet had toegekeken naar de aarde, dan zou je gezien hebben hoe voor de dood van Jezus er rond de aarde een hele zwarte band was, een zwarte aura. En als je zou zijn blijven kijken, zou je gezien hebben hoe na de dood en de begrafenis van Jezus Christus die aura heel langzaam begon op te lichten en weer stralend helder werd. En dat is het geschenk
van dat bloed en dat lichaam. Had de aarde dat geschenk niet gekregen, dan was deze planeet aarde al lang ontploft en uit elkaar gevallen door het vele kwaad dat wij de aarde hadden ingedragen. Het lichaam en bloed van Jezus Christus. En als wij nu brood eten, de vruchten van deze aarde eten, dan zijn dus al die vruchten van deze aarde doortrokken van deze nieuwe zonnekracht. Breek het brood en je komt Jezus Christus daarin tegen. Drink de wijn, de vrucht van deze aarde, en je komt de zonnegeest zelf daarin tegen. Voel je? In alles. En dat betekent ook, nu heel de sfeer van de aarde doortrokken is van die nieuwe geestkrachten, dat alle gebeurtenissen die jou in jouw leven overkomen en mij in het mijne, ze zijn de lessen die de Christusgeest, de zonnegeest, ons voorlegt. Die lessen waardoor het ons door veel pijn en toestanden heen eindelijk zal lukken om vanuit de sfeer van het ego toe te groeien naar de sfeer van het goddelijke zelf, de innerlijke Christus, de geest in ons. Al de lessen van ons leven, zeker in deze tijd, hebben ten diepste alleen maar met dit proces te maken. Kijk eens naar je eigen leven. Kijk eens terug. Kijk eens naar de lessen waar je doorheen gegaan bent. Kun je het herkennen? Kun je zien dat al die lessen bedoeld waren om die ego-krachten te leren herkennen en te transformeren? En om vanuit de sfeer van angst in de sfeer van vrede, vertrouwen te komen. Vanuit de sfeer van onzekerheid in de sfeer van een rustig, zeker weten te komen. Al die lessen zijn daardoor bedoeld. Dat is het gevolg van het feit dat de aarde de drager werd van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Zie je nu wat voor groots ertoe gebeurd is? En toen werd het zondagmorgen. Het dode lichaam van Jezus Christus was weggezakt in de aarde. Maria Magdalena bezoekt op deze zondag, de dag van de zon weer. Zij bezoekt het graf. Het graf is leeg. Maar naast haar staat die stralende gestalte van de opgestane Jezus Christus, die haar dus niet verschijnt in dat oude aardse lichaam. Ik zou het noemen, hij verschijnt haar in zijn zonnelichaam. Oftewel, zijn etherisch lichaam, maar dat is helemaal een heel ander etherisch lichaam dan het onze, want het is volledig doortrokken, getransformeerd van die zonnekrachten, hun zonnelichaam. En daarom staat daar naast haar ook iemand lichtend als de zon. Het is jammer dat het dogma van de lichamelijke opstanding, dat heeft voor ons het zo moeilijk gemaakt, het geheim van de opstanding van Jezus Christus te begrijpen. En het heeft ook gemaakt dat velen iets hebben van, nou daar heb ik niks meer mee, op de flauwekul. Dat is ook zeker zin waar. Een dood lichaam staat niet meer op. Maar Paulus zou zeggen, dat is zo leuk, het staat allemaal in de Bijbel, heb ik later ontdekt. Hij zegt in 1 Peter, nee, Peter zegt dat, sorry. Peters, die zegt, hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die daar leven sinds de tijd van Noach. Lastige zin hoor, maar kan je het vatten? Ik zal het even uitleggen en dan nog één keer noemen wat die zo mooi is, die tekst. 1 Petrus 3, vers 19 voor de liefhebbers. Echt zo mooi. Dus hij zegt, Jezus is gestorven naar het lichaam. Dat lichaam is gestorven. Maar hij is opgestaan naar de geest. Dus in een geestelijk lichaam opgestaan. Paulus zegt het dus zelf. In de Bijbel lees je niks over die lichamelijke opstanding.
dat zijn allemaal latere dogma's. Voel je? En in dat geestelijke lichaam, zegt Petrus, is hij heen gegaan, ik zou zeggen naar de astrale wereld, en heeft daar gepredikt, gewoon maar het licht laten zien, aan de geesten in de gevangenis. De gestorvenen die daar al zo lang vastzaten. En die daar al leven sinds de tijd van Noach. Nou, Noach is de Atlantische tijd, hè? Dat ondergang van Atlantis. Dus het boeiende is, het staat allemaal in de Bijbeltekst. Voel je? Vind ik zo mooi. Dus een fysiek lichaam wordt gezaaid, dat sterft. Een geestelijk lichaam, een zonnelichaam, staat op. En in dat lichaam is Jezus Christus de astrale wereld binnengegaan. En heeft daar die vele miljoenen wakker geroepen. Maria Magdalena, zij is de eerste die hem ziet. Ik vind altijd een van de ontroerendste details. Wat wil zij? Zijn grote liefde. En daar staat hij. Meteen vastpakken. Maar dan zegt hij. Noli me tangere. Raak mij niet aan. En dat klinkt altijd zo bot. Als je het geheim begrijpt, is het niet bot. Je kunt het beste vergelijken, dit geheim, met een vlinder, vind ik altijd. Een vlinder die uit de kokon loskomt. Je weet waarschijnlijk allemaal dat de eerste uren van een vlinder zijn de meest kwetsbare uren. Dan kan de vlinder nog niet vliegen, die kan alleen maar op de tak zijn vleugels laten drogen. Meest kwetsbaar, hij kan gepakt worden door iedereen. Pas als die vleugels na een paar uur droog zijn, begint het echte vlinderleven. Je kan zeggen, dat zonnelichaam van Jezus, dat nu vrijkomt uit dat fysieke lichaam, dat moet nog een beetje uitharden, drogen. Dat is nog eerst te teer om een aanraking te verdragen. En daarom raakt mij niet aan. 14 dagen later verschijnt Jezus Christus weer in zijn zonnelichaam. En dan staat ook dat hij verschijnt door gesloten deuren en ramen. Dan voel je al, dat kan geen fysiek lichaam zijn. En daar verschijnt hij. En dan laat hij de littekens in zijn handen en zijn voeten zien. Ja, ons etherisch lichaam, dat vertoont nog de littekenen van ons fysieke lichaam. Ons astrale lichaam niet, maar etherisch lichaam wel. En dan zegt hij tegen Thomas, voel maar. Dit zijn de littekenen. Als je het voelt, dan weet je tenminste dat ik het ben. Thomas kan het dus van buiten niet zien. Nee, er staat zo'n lichtgestalte. Maar aan die littekens kan hij het zien. En Thomas mag nu dus iets wat Maria Magdalena niet mocht, hem aanraken. Maar dat kon omdat het 14 dagen later was. En omdat hij nu, ik zal maar zeggen in het beeld van de vlinder, zijn vleugels had laten drogen. En nu die aanraking kon verdragen. En dan begint het nieuwe leven. De zondag. De Christus is verschenen. Vanaf die tijd, en daar sla ik een heleboel over, maar om dit af te sluiten. Is, ja, ik vind het wel mooi, ik kan het daar weer afmaken. De eerste die hem daarna ziet, dat is Paulus. Paulus bij de poort van Damascus. En Paulus die had de pest aan de mens Jezus gehad. Mensen een flauwkul, wat een opstandeling, een opruier enzovoort. Moest hij niets van hebben. Een verstoorder van de oude conventie en van de oude orde. Een verstoorder van de oude maanreligie. En dat was toch zo'n heilige religie enzovoort. En dan ineens bij de poorten van Damascus. Daar schouwt hij, ziet hij deze, dit stralende zonnewezen. Jezus Christus in dit zonnelichaam. En dan zegt hij, Paulus, waarom vervolg jij mij? En dan wordt Paulus wakker. Mij boeit, maar op andere dagen zal ik dat uitleggen. Veel verder uitwerken, want het is een heel nieuw thema. De mannelijke leerlingen van Jezus, zij moesten ontdekken dat in die mens, Jezus, hun vriend, een mens, dat in hem een veel diepere kosmische kracht leefde. De zonnegeest zelf. Och, wat heeft het ze moeite gekost om dat te ontdekken. Pas in de 40 dagen na de opstanding begonnen ze het eindelijk in de vele gesprekken die ze toen hadden met Jezus Christus, begonnen ze te begrijpen. Voel je? Zij moesten de stap maken van de mens Jezus naar de diepere Christus. Paulus maakt een omgekeerde weg. Paulus ontmoet voor het eerst
de Christusgestalte, de zonnegeest. Maar dat is dezelfde als die mens Jezus. En nou begrijpt hij achteraf terugkijkend. Dus Jezus was toch een bijzonder mens en geen verrader. Dus hij maakt de weg van de Christus naar Jezus. Mooi, hè? En weet je hoe het in onze tijd gaat gebeuren? Steeds meer mensen zullen de weg van Paulus veranderen. En zo is het natuurlijk mijzelf ook vergaan. Dat je een ontmoeting krijgt met deze stralende lichtgestalte Christus. En dat je van daaruit dat geheim van de mens Jezus begint te verstaan. Ik ben zelf opgevoed met de verhalen van Jezus. En ik wist altijd, dit klopt niet, zo is het niet. Maar ik wist niet hoe het wel was. Pas toen ik de Christus ontmoet had, toen begon ik eindelijk zicht te krijgen op het geheim van de mens Jezus. Voel je? En dat is de weg die steeds meer mensen in onze tijd zullen gaan. Steeds meer mensen die in een flits, voelend, wetend, horend, ziend, een verbinding met Jezus Christus krijgen. En dat kan op heel veel manieren gebeuren. Ik hoor ook heel veel verhalen van jullie. Maar steeds zegt iedereen, zeg dat maar niet aan anderen, want ik vertel het aan niemand, want het is zo subtiel. Het is ook zo subtiel. Maar het zijn van die ervaringen die heel diep indringen. En dan vanuit die ervaringen, vanuit ontmoeting, de aanraking met Christus, dan zicht krijgen op die mens Jezus van 2000 jaar. Dat is het geheim van de Stille Week. Ik kan het afsluiten, dit stuk, met deze tekst. En die heb ik op mijn website gezet. Dat zei ik al. Dan kan je hem zelf daar vinden. Op de nieuwspagina. Ik wou zo graag omdat die week zelf voor mij zo belangrijk is. Die komende week. Veel mensen een soort houvast geven. Om thuis van dag tot dag het mysterie kunnen beleven. En ik heb dus heel kort de kern proberen eruit te vissen. Veel te kort natuurlijk. Staat niet op jullie stencil, maar is op mijn website. U, meester, die op Palmzondag op een ezel de stad binnenreed. En Christus, de hoge zonnegeest, Jeruzalem binnendroeg. Het was als ging eindelijk de zon van het weten op die de mensen tot extase bracht. U, die op maandag de tempel schoonveegde. U leerde ons bewust te worden van die stille stem in ons hart, ons geweten. Meer dan alleen maar gehoorzaam te zijn aan welke wet dan ook. U, die op dinsdag met groot gezag de aanvallen pareerde, waarmee de schriftgeleerden en farizeeërs u belaagden. U, die een achtvoudig wee u uitsprak over leidslieden. Die niet het geweten, maar de kille wet centraal stelde. U leerde ons de weg naar binnen te gaan. U, die op woensdag in de kring van vrienden en leerlingen vol liefde gezalfd werd. U moest diezelfde dag ervaren hoe een van uw leerlingen u verriet en verkocht. Waar u bent, komen liefde en haat onverhuld aan het licht. U, die op donderdag vol dankbaarheid de voeten van uw leerlingen waste en voortijdig dreigde te sterven in Gethsemane. U overleefde er de dood. U, die op vrijdag op Golgotha stierf. Uw bloed druppelde in de aarde en verrijkte haar daardoor met uw geestkracht. Uw bloed werd tot wijn. Op zaterdag begroef een aardbeving uw dode lichaam diep in de aarde. Heilige energieën kwamen vrij en vormden de aarde om. Uw lichaam, het brood van de aarde. U, die op dezelfde zaterdag, gehuld in een goddelijk licht, de astrale wereld binnentrok. U wekte er de vele gestorvenen die de weg waren kwijtgeraakt
en bracht hem in een kosmische processie eindelijk thuis. U, die op zondag in een stralend zonnelichaam verscheen aan Maria Magdalena en aan uw leerlingen. U bracht de zonnegeest naar de aarde en riep ons op deze op te nemen in ons hart. Zo verheft u ons vanuit de kille sfeer van ons ego tot in de sfeer van ons hoger zelf, onze innerlijke Christus.